Welkom terug bij een nieuwe aflevering van de... sorry. En van manager... Ik wil elke keer wat Martin zegt. Dat moet ik hem gewoon tegenhouden. Manager career mode in F1 22 managers game. We zijn net... Gaan we naar de derde race toe van het... het derde seizoen. Het bestuur is tevreden. Nou, dat is mooi. Ik hoop dat ik ze nog meer tevreden kan maken. En dat de auto wat beter gaat draaien de komende periode. Even kijken. Onderzoeksperiode begint over een week. Oké, dan kunnen we al een beetje gaan kijken wat er volgend seizoen eventueel gaat gebeuren. En we hebben een stemming en een uitslag aan het eind van de aflevering. Dus laten we snel beginnen. We hebben verder niks te doen. We gaan de trainingen nu doen. En dan hopelijk weer 100-100 kunnen halen. Oké, trainingen zijn geweest. We hebben hier onze resultaat. Allebei lopen net één puntje mis. Waarschijnlijk voornamelijk. Doordat ook de kennis van de auto-onderdeel nog niet op 100% is. 94 of 95%. Het is niet ideaal, maar het is ook niet slecht. En daarmee gaan we richting de kwalificatie van Australië. Oké, Gasly staat op het randje van uitschakeling. Het is zo dichtbij. Hij heeft maar iets sneller nodig. En wat doet hij? Geen versnelling? Helemaal niet. Of. Norris dan? Het klinkt wel, maar niet in de top 15. En we staan dus alweer met één auto aan de kant. Oh, for fuck's sake. Oké, Gasly is bezig aan zijn ronde. Ik heb niet eens de illusie dat hij door kan gaan. Wat doet hij voor sectortijden? 26-4 en 19-3. Het is om en erbij de tijd van Alonso. Met een beetje geluk kan hij nog 13e worden. Kijk wat hij doet. Het wordt de 14e tijd. Oh! Net achter Tsunoda. Precies wat ik dacht. Net rond die 13e plaats. En dat betekent dus een einde aan de kwalificatie. En nou gaat het even spannend worden. Wanneer komt de regen? Starten we nat? Of gaat het eerst droog zijn? Oké. Oké, ik weet het al. We gaan op hard starten. En dan gaan we gewoon voorzichtig zijn met de banden. Puur voorzichtig. Richting een één stopper deze race. Dat is wat we moeten doen. Kijken of we dat met ons wat positiewinst kunnen opleveren. 11e en 13e zeg ik maar. Oké, even kijken. Dat is niet veel wat we konden bijdoen dan. De raceopties gaat ook zijn op voorzichtigheid racen. En dan is het gewoon wachten tot de regen. Dat is het enige wat we kunnen doen. Lichten zijn aan. 3, 4, 5. En het... Wauw, dat is snel gegaan. En de lichten zijn uit. En we zijn van start op de Australian Grand Prix. Samen met nog meer wat ruis. Buiten de top 10 hebben we gekozen voor de hard. We kunnen niks doen nu. We kunnen echt niks doen. Dus het is nu gewoon wachten tot de regen. Dus het wordt een hele snelle Grand Prix, denk ik. Tenzij er natuurlijk een safety car of dat soort dingen gebeuren. Rond ronde 10, dan gaan we naar de mediums. Oké. Kijk wat dat oplevert. We staan nu aan de rand van...
van de top 10, omdat iedereen al gepit is. 12e plaats voor Gasly. Norris nog steeds op de 17e plaats. Please, zegt de AI, ga dom doen. Please, zegt de AI, ga dom doen. Oh, dat zou zo fantastisch zijn. Dan ben ik eigenlijk aan het pushen met oma. Dag Magnussen. Dat is een raar aparte plek om in te halen. Pitwindow is begonnen voor de... Ik zweer het, als de AI dit dom gaat spelen, dan gaan we punten pakken. Ik kan precies val voor de AI dit eigenlijk. Morris in een soort van niemandsland. Nee, juist hier. Kom op, Gasly. Ah, ik had bijna zeggen, niet jij. Alfa Tauri schuift een plekje op. Norris haalt Puccher in. Goed zo, Norris. Puccher is gewoon op... Regen. Pit. Pit is lap. Op Intus. It's time. Ik was hier al bang voor. AI hij stopt ook. Kunnen we nog wat plekken winnen tijdens de pitstop? Oh, er zijn genoeg rijders die trouwens doorgaan. Geel sector 1. Wat is er gebeurd? De wielen blokkeren flink. Tsunoda een momentje gehad. Norris staat nu laatst, maar werd dat hij niet meer laatst staat straks. Ocon wordt een beetje vastgezet. Kom op, profiteer hier van Gasly. Oh, je zit helemaal vast achter de Alpines. Oh, what the fuck was dat? Oh, ik zei profiteren, ik zei ga niet plekken verliezen. Magnussen? Oké. Stay chill. 10e plaats nu. Voor Gasly en nog steeds 3 man die op de hards rijden. What the fuck are they doing? Wat gaat het weer doen verder? Lichte regen, blijft lichte regen waarschijnlijk. Ja, ik neem aan dat nu ze allemaal wel naar binnen gaan. Verliezen veel tijd. Ik denk niet dat ze achter mij komen, want dat was echt een heel groot verschil. Dat scheelt niet eens zoveel. Waar is Norris? Oh, die zit in hetzelfde treintje. Circuit. Op lichte regen, denk ik. We kunnen Alonso, moeten we kunnen hebben. Dus als ze hem achter me kan houden, dan moet er een punt in zitten. En met punten bedoel ik eigenlijk een punt. Een punt dat er niet in leek te zitten.
Norris ook nog dichtbij. Norris heeft wel een goede gat achter zich. Ricardo, die heeft er volgens mij zijn race verpest zien worden. De laatste ronde is inmiddels ingegaan voor Sainz. Je kan zien dat de energie nu aan is gezet door Alonso. Zelfs dan nog loopt Alonso in op het rechte stuk. Maar aanvallen, het maakt nu toch niet meer zoveel uit. Sainz is over de finish gekomen en wint de race voor Verstappen en Russell Hamilton vierde. Bottas vijfde, Perez zesde, Leclerc zevende, Ocon achtste, Magnussen negende en Gasly pakt de laatste puntje. Als er niks fout gaat, heeft hij inmiddels Alonso gedropt op meer dan 1,5 seconde. En hij komt over de finish. Voor één miserige puntje. Maar het is toch een punt. Norris 15e. What the fuck? Veel punten? 1 punt is niet veel punt hoor. In ieder geval niet in mijn woordenboek hoor. Dan kijken we even naar de stand. De uitslag hadden we gehad. Russell is koploper in de kampioenschap nog steeds. Voor Bottas. Maar de spanning is echt wel aanwezig. De top 6 zit nog best wel dicht bij elkaar. Met Perez op 3, Sainz op 4, Leclerc op 5 en Verstappen op de 6e plaats. Sainz maakt wel eventjes een goede plaats voor zichzelf door zijn punten totaal van 12 naar 37 op te krikken. Ook Verstappen had een matige eerste twee races bij elkaar. En staat nu op 33 punten. En de top 6 is maar 20 punten van elkaar af. Met op dit moment nog steeds een Mercedes 1-2'tje. Daardoor staan ze natuurlijk ook eerst in de kampioenschap. Bij de teams. En dan Red Bull en Ferrari. Het is wel redelijk wat puntjes achterstand. Maar het is nog vroeg in het seizoen. McLaren op 1. Haas op 5. Zeg ik nou 1. Op 4. Alpine op 6. En wij staan nu op de 7e plaats. Met 7 punten. Nog steeds 1 puntje meer als Alfa Romeo en S. Martin en Williams nog zonder punten. We hebben nog iets verdiend qua drivers punten. Zelfs hij niet. En 2,1 miljoen extra saldo nu. Op weg naar die 18 miljoen voor... Hier, net stond er nog niet. Nu wel. Nou, oké, het zal wel. 14 miljoen zelfs nu voor de bank. We hebben de stemming. Oh, ik wil eerst lezen wat er staat hoor. Zoals je weet kunnen de seizoenen de regels van de Formule 1 wijzigen om de soort eerlijker te maken. En aantrekken voor fans met achterhoofd presteren. Kleine technische regel voor het seizoen 2025. Even kijken. Stemmen voor chassis of sidepods? Oké, dan moet ik even naar de auto kijken. Chassis. Daar ben ik slecht in. Sidepods. Ja, dat maakt toch geen ene moer uit. Het is hetzelfde onderdeel. Dan doe ik wel chassis. Dat maakt volgens mij niet uit waar ik op stem eigenlijk. Chassis dan. Daar was er één gedeelte is waar ik heel goed in ben. En één gedeelte waar ik heel slecht in ben. Dan heb ik er nog een voordeel bij. Maar nee. Auto. In ontwikkeling, eigen projecten. Over 18 dagen is de voorvleugel klaar. En we hebben nog... Hoeveel dagen nog tot de nieuwe... Nog 21 dagen tot de nieuwe nieuwe periode is. Af en toe kan ik niet praten, joh. Echt niet normaal. Personeel nog een puntje? Nee. Voor de rest had ik wel een puntje voor Norris.
Even kijken. Laten we de pace maar even richting de 90 doen alles. Oké, dat is gedaan. Dan gaan we alvast door naar... Ja, we zijn minder op de rest van volgens mij alles. Onderzoeksperiode begonnen. Oh, stop even. Ik wil heel even zien wat de stemmingsresultaat is. Nou, er is weer wat in slechte staat. Dan kijk ik zo wel naar. Even kijken. Stemmen van de teams voor deze wijzigingen. 4 was tegen, 6 voor. Poep. Sashi. Daar wordt een flinke... dingen in gewijzigd. Faciliteiten. Ik zit hier op te wachten. Is hoeveel was het? 18 miljoen, dus we moeten er wel nog even 4 miljoen voor sparen. Dus daar gaan we eerst naartoe doen. We zijn bij de Grand Prix van Emilia Romagna aangekomen. Maar dat is allemaal voor de volgende aflevering. Dus zoals altijd geef een duimpje omhoog, abonneer op het kanaal, volg de kanaal in de beschrijving hieronder. En tot de volgende keer.